dan. Hij kroop op 28 november 1992 voor het eerst achter de microfoon en is er sindsdien nooit meer achter vandaan gekomen. Gerard Ekdom, de radio-dj, zit vandaag precies 30 jaar in het vak. Vanmorgen tijdens zijn uitzending leek hij dat zelf nog niet helemaal door te hebben. Ik had het de hele week 28 november. Heb je dan een afspraak staan? Want voor mij heb ik iets. Oh, wat haat ik dit. Ja, sorry Geer. We gaan even inbreken. Ja, je neemt over. Oké. Okay. Ja. En ik heb nooit over nagedacht. Ja, nou dit dus. Ik ben 30 jaar op de radio, dus ik was een beetje overdonderd. Tijdens de uitzending wordt hij verrast door iedereen die belangrijk is geweest voor zijn carrière. Hallo Gerard, je vader hier. Hey, Jeroen van Inkel hier. Hallo, je kleine grote radiovriend. Hallo, Veenstra Veense hier. Gerard, je radiovriend Robbie hier. Hartelijk gefeliciteerd. Ik zeg op naar de volgende 30 jaar. Tussen het eerste plaatje bij Radio Beeldhoven en nu is er veel veranderd. Dus ik dacht in de eerste uitzending, als ik nu naar de snackbar ga en ik bestel een patatje met, dan word ik meteen herkend, want ik was op de radio. Dat werkt niet zo. Dat is een heel lang traject. Dus Ekdom. Zeg ik dat hardop? Meneer Ekdom. Sorry hoor. De anonieme discjockey die bestaat niet meer. Want je bent overal te zien, webcams, televisieprogramma's, weet ik veel wat. Het is allemaal multimediaal geworden. De afgelopen 30 jaar was een aaneenschakeling van hoogtepunten voor Gerard. Eerste keer op 3FM, ik vergeet het ook nooit meer, maar ineens denk ik weer terug aan Serious Request, dat je al die glazen huizen. Het grappige is, je kunt je hier niet op voorbereiden. Je moet gewoon erin gaan, want je weet ook niet wat je krijgt daar. Dat was magisch, echt magisch, ook om dat mee te maken. De eerste keer op Radio 10, de eerste ochtendshow überhaupt op Radio 2. Even Ekdom, extra weekend, de arbeidsvitamine 9 jaar lang. Het is net als, ja, letterlijk net als seks. Je wordt verslaafd, na 1 keer wil je elke week. Jij zegt wel wat. Nee, Rodi gaat over de radio. Die is jockey en collega. Maar geen en heeft smaak en timing. Timing en smaak, dat is wat een disc jockey heeft. 1 keer per week heeft Gerard wel. Zeker, ja. Had je een vraag? Nou, dan niet, Evert. Ja, nou, ik wil graag voor jou horen wat jij... wat hem in jouw ogen zo goed maakt? Nou, ten eerste, in het filmpje vergeet hij volgens mij de Freak Night. En als discjockey, die dus niet op radio draait, maar gewoon op feesten draait, zit je natuurlijk heel vaak 's nachts in de radio of in de auto te luisteren naar de radio. En dat was voor mij de iconische nacht, dat je eerst Giel Beelen en Gerard. En dat is wat mij radio heeft... Dat is de Giel Beelen die zich oraal liet prediken door een podcast. Ja, maar... En wat deed Gerard dan voor Gerard? Gerard had, ik weet niet of het in het programma zat, maar die had zo'n soort item, dan gooiden ze de huisraad ook uit het raam van de studio. En kijk, Jeroen van Inkel heeft mij een keer uitgelegd, radio maken is theater van theater of the mind. Het is allemaal een soort van, je moet er maar in meegaan wat er allemaal gebeurt. En hij is gewoon zo'n ouderwetse dishoeker die zelf nog schuift. Dus je hebt heel veel dishoekjes zitten aan de ene kant van het glas en iemand anders die doet dan de vormgeving. Ja, dit soort meesters, ik hoor het ook gelijk. Als iemand dat voelt en die... Kijk, dat hij heel veel muziekgeschiedenis heeft, dat weten we denk ik ook allemaal van die quizjes. En dat je ook wel ziet dat we in zijn studio mogen kijken, dat je een miljoen miljard cd's aan de wand ziet. Ja. Maar timing, dat je voelt meteen als je als luisteraar zijn. Ik denk dat niemand dat kan, zelfs even niet in zijn. En dat Dr. Pop is echt een vondst. Nou, ja, dat was echt hartstikke goed, leuk. Maar dat zit gewoon heel goed qua vormgeving in elkaar. Maar dat was, je hebt een liedje en je weet niet meer van wie het is. Je weet niet wat en dan moeten ze een stukje zingen of vertellen wat ze weten en dan eigenlijk altijd wordt het gevonden. Maar hij weet het ook heel vaak uit zijn hoofd. Dat komt uit die miljoen miljard CD's. Ja, dat komt uit 1962, de B-kant van plaat Hulderpub. En ik zou ook wel eigenlijk, als ik dus ooit radiobaas zou worden, stel dat morgen iemand belt, dan zou ik eisen van al mijn dishjockeys dat ze zelf schuiven, zoals dat heet in het jargon. Zelf gewoon je vormgeving maken, al je jingeltjes maken, waardoor het gewoon van jezelf wordt. Het is al lastig, want vroeger mochten radiodishjockeys gewoon helemaal zelf bepalen wat ze gingen draaien. Tegenwoordig noemen we dat format radio. Dus dan krijg je gewoon, dit draai jij, want dat vinden onze luisteraars leuk. Nou, die luisteraars hebben helemaal geen idee wat ze leuk vinden. Dat weet die dishjockey veel beter. Dat is Gerard Ekdom. Maar de echte goede DJ's draaien, schuiven ook allemaal wel zelf. Ja, maar dat is wel een uitstervend ras. Want de meeste mensen... Ja, op Radio 1 misschien. Hij zegt zelf ook al, die hele radiowereld is echt ontzettend veel veranderd. Ja, ik zou ook al die camera's eruit flikkeren, per direct. Okay. Wat ben ik met jou? Ja, dat haalt wel een deel van de mysterie. Ja, het is... Echt hoor. Vroeger had je...
Papa vertel, Meta de Vries had je vroeger op de radio. Al die vrachtwagenchauffeurs die waren helemaal into Meta de Vries. Niemand wist hoe ze eruit zag. Nee. Dat was toch wel extra. Maar het is, kijk, als radio moet je gewoon... Dan moet je, ja, dat is een soort van... Wauw, die disjockey vertelt gewoon een heel tof verhaal. En dan ga je mee en dan start die Michael Jackson Thriller in. En dan ben je ook echt, terwijl je het voor de duizendste keer hoort... ben je benieuwd naar die plaat. Ik moet wij gaan het afsluiten, want dan kunnen mensen ook naar ons luisteren... en over ons nadenken en ons niet meer zien. Ja. Dat is misschien ook...